Hallo, Spengsebussen, mijn gamers, nou ja, vlees vanuit Botten en de gevangen van Azkaban. Ik heb ze even rondgesnuffeld, want ik wist dat ik hier vast ging zitten en kijk. Te groot voor dat gat. Ik ben te groot voor dat gat. Weer zo'n heerlijke foute uitspraak. Alleen Hermeline zou hier doorheen kunnen, want zij is klein genoeg voor het gat. Hermeline, jij bent klein genoeg voor het gat. Hoe voelt dat nou? Het is dicht. Natuurlijk ben je weer geïsoleerd van je vrienden. En moet ik nu verplicht Hermeline spelen. Wat moet je terugvinden? Je vrienden? Je hebt geen vrienden. Jawel, je bent een meisje. Tuurlijk heb je vrienden. Tuurlijk heb je vrienden, Hermeline. No worries. Ijsblokjes. Wacht, die glijden zeker verder. Als je die eenmaal duwt, dan stoppen ze niet met glijden tot ze op een stiltevlak komen te liggen die hiervoor liggen. Dat neem ik aan. Dat is de moeilijkheid van deze puzzel. Ik wist het wel. Het stopt tegen zo'n vlak aan. Het is een beetje net als met Pokémon, weet je, als Sapphire, dat je dan van die rotsen hebt en daar stopt het dan tegenaan. Deze is wel heel makkelijk trouwens. Tenminste, we moeten eerst die kant op, dus neem aan dat we dan deze. Duwen hoor. Duwertje blok. Kan ik dat niet duwen? Moet ik dat misschien... Hé, dat is een spreuk glazies, of niet soms? Oh nee, kijk, je kan die dingen met een spreuk doen. Dat scheelt moeite en shit. Hoppa. Kijk, dat is best wel handig. Maar waarschijnlijk moet deze dan ook met een spreuk, want die kun je niet met je mensen. Want ik kan massa... Nee, Hermeline. No. Nee. Oh, ik ga dit nu haten. Really? Hoeveel heb ik weer van target? Er is een manier om van target te veranderen. Opzij zou ik zeggen. Buitje. Really? Hermeline, really? Is dit echt wat je wil? Oh mijn god, ik haat je. Duwen. Oké, ik heb dus geen idee hoe dit moet. Ik weet alleen dat grote blok wil niet meewerken. Dat is duidelijk. Ik weet niet of Hermeline ook kan springen. Dat is Harry. Ik hoop het voor de. Waarom kun je daar niet op klimmen, Hermeline? Zo moeilijk is het niet. Het is niet moeilijk. Het is juist makkelijk. Hey, dat is van de kop van Jut. Die uitspraak doe ik sowieso heel vaak in mijn video's. Het is niet moeilijk. Het is niet makkelijk. Het is juist makkelijk. Waarschijnlijk is dat blok daarvoor gewoon niet in beweging te brengen. We gaan een hoop verklaren en dan moet ik gewoon hiermee erop klimmen, denk ik. Ja, dat is de enige verklaring die ik kan verzinnen. Dus is het de beste verklaring. Kom. Hermeline! Really, Hermeline? Hé, dat is een schakelaar. Hé, daar. Oepsie. Oh, daar gaat die naar beneden. Oké, gelukkig kan ik die spreuken. Dat gaat er wel een stuk sneller door. Is dan een spreuk glaasjes? Nee, is gewoon flipendo. Oké, op de scare klaar. Mooi. En hij steekt in. Was dat de petje? Oh, wat? Gaat hij nou op en neer? Really? Really? Oh, hij ging er overheen. Ja, goede vraag. Oké. Oh Rick, je bent zo geniaal. Het is een puzzel. Ik haat puzzels en dit spel is een en al puzzels. Ja, nou ja, eigenlijk vind ik puzzels best wel leuk. Zolang ik ze goed doe, zoals nu. Dat is even wat moet ik doen. Maar ja, natuurlijk niet voor niets twee blokjes gekregen. Hotse vlotse, gefixt. Op naar de volgende puzzel. Die zal waarschijnlijk wel hier zijn. Oh, als je dat wil, moet je eerst die blokjes doen. Dat vind ik lullig. Zal ik dat nog doen? Voor mij kan het nu eens niet eens meer. Of wel? Je kan deze wegduwen, ja. Laat het gewoon doen. Gewoon voor de pur. Oh, we kunnen alleen deze meenemen. Dan kunnen we dat blokje laten staan in principe als we een rondje gaan. Dan hoeven we de puzzel niet opnieuw te doen. We moeten alleen eventjes... ik denk dat we één blokje nodig hebben om bij dat punt te komen daarboven. Dan hebben we maar één blok... Oh, wacht. Oh ja, je hebt het wel nodig. Dit is een aparte puzzel helemaal. Ik krijg dan twee kisten, dus ik hoop dat er wat goeds in zit. Ja, zo. En dan die omhoog. Nee! No! Kunnen we niks aan doen. Kan er best overkomen, jongens. Glijden maar, Frits. Oh, waarom zat het er zo aan te komen? Nou, dat kan niet, Hermeline. Nou, laat dan maar. Ik heb het helemaal gehad met jou, Hermeline. Ik heb het helemaal gehad met jou, dame. Serieus, hoe moet ik dit dan oplossen? Even kijken wat er gebeurt als die andere tegenaan bonzen. Nee, dat kan niet eens. Deze puzzel is niet op te lossen. Ik kap ermee. Zoals professor Layton altijd zegt, iedere puzzel heeft een antwoord, behalve deze. Dat is geen directe professor Layton kloot. Wacht, kan ik hem niet gewoon verder duwen? Met mijn magie. Nee, de baan onder me ligt wel op, zo van, ja, dat kan. Dat kan gewoon gebeuren. Maar voor de rest gebeurt er niet zoveel. En daar wil het ding ook niet weg met magie. Zit helemaal vast in de aas. Stopt ook weg van... Oh, dit spel werkt zo niet lekker met die A-knop om te duwen. Ik haat het. Ik word er boos om. Hoe gaan we dit... Oh, moet dit ding eerst weer weg? Wat een gepuzzel allemaal. Ik krijg er de ijsglamidia van. Duwen, Hermeline. Ik heb geen zin om een uur lang aan beeldmateriaal met deze... Met deze uitdaging bezig te zijn. Dat is nogal kansloos namelijk. Als in hashtag kansloos. Maakte die grap deze aflevering nog? Ik geloof het niet. Dan mag het. Als ik hem de vorige aflevering maakte, dan is het niet erg. Nobody gives a fuck. Maar als ik twee keer de kansloos grap in één aflevering maak, dan is alles naar de tering, jongens. Dat kan je niet maken. Oké, dan gaan we naar beneden. Fixen we dit eindelijk. Ja, laat me vallen. Hoppakee. Lekker dan, Hermeline. Goed gedaan. Maar ik deed helemaal niks. Ja, precies. Je deed helemaal niks. En dat is goed. Want anders dan verneuk je het namelijk.
Heb ik hier nog 2 blokjes voor? Nee. Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Ik zie het al. Ik zie het jetzt. Van wie? Die spreuken bij... Nee, kut. Die spreuken, ik wou net zeggen, is heel ongecontroleerd van dichtbij. Ja, dat is zojuist bewezen met de formule die ik jullie gaf. Jullie kregen geen echte formule, maar als jullie een echte formule kregen, dan was het te bewijzen, weet je. Oké, dan moet je die kant op. Zo, lekker. Zeer goed, Hemelin. Zeer goed. Hotzukken vlotse. Yeah. Geen idee waarom dat die nog naar rechts kan duwen. Maar je kan er ook gewoon op hoor, denk ik. Yeah, het is gelukt. Even een kistje openen. Wat zit erin? Is het een choco kikker? Want ze zijn totaal geen levens verloren. Yes. Waanzinnig helemaal. Wow. Ze gebruiken echt van die overdreven woorden. Te gek. Waanzinnig. Toppie-joppie. Dat is dat woorden zie ik ze zo meteen ook gebruiken. Toppie-joppie. Voor de rest is het een ijsgrot. We hebben nog steeds niet de spreuk Glacius geleerd. En dan krijgen we net het boek Glacius. Speak of the devil. Alsof je, als je het over de duivel hebt, zie je ze staat. Is het Nederlandse spreekwoord. Ik bespeur een trap, zodra ik op het ijs ga staan, breekt het. Oh, het is wel een sneeuwuil. Nou, snap je, sneeuwuil? Want het, ja, voor mij is het ook echt een sneeuwuil, maar behalve dat. Wel dat het gaat breken. Dit ziet er zo uit alsof het gaat breken. We hebben tenminste een boek, jullie kunnen maar niks maken. Hebbes! Yay. Open dat boek. Hotzukken, vlotzukken, oh mijn god. Vrouwelijke menstruatiepowers, yeah. Oh nee, ik wist al dat het kapot ging. Alles gaat kapot en alles kan kapot. Moet nu rennen, zo'n actiescène met allemaal ijspegels. En dan word je doorboord door een ijspegel en dan ben je dood. Dat zou ik leuk vinden, maar nee hoor. Misschien toch wel? Ik weet niet, wat gebeurt er na het naadscherm? Dat ziet u niet in de volgende aflevering, want de aflevering is nog niet zo heel lang begonnen. Oh, hij zal niet eens... Wat? Lava? What the actual fuck? Lava. De hele kamer is net vol met ijs. Het regelt ijspegels en er is lava. Ik mis iets, denk ik. Kijk, ik moet even glaasjes aanzetten, denk ik. Hoe doen we dat? Yes, ik heb nu glaasjes. Welke spreuk moet ik vervangen? Ik gebruik ei helemaal niet. Zo, glaasjes. Het spel verfluistert zo van glaasjes. Hoppakee. Wat? Hoe werkt dit? Oh mijn god, er komt wit poeder uit mijn toverstok. Ik denk dat het niet veel verder kan. Dan moet ik overheen lopen. En voordat het smelt, gaan we verder. Goed zo, Emmeline. Het gaat niet eens zo heel slecht. Waar moet ik eigenlijk heen? Hele goede vraag. Ik heb daar niet over nagedacht. Dit is helemaal geen lava, dit. Nep lava. En zo is waar is de uitgang. Nou, we toch over de uitgang hebben. Oh, daar. Doe ik het lettertani waar ik op moet doen. Ik let totaal niet waar ik op moet doen. Ik let totaal niet op wat ik moet doen. Wat dacht je van die zin, Rick? Mwah, zinnen. Wie doet de moeite nog vandaag de dag? Klim, Hermeline, klim. Oké, daar is een toorts. Om gloeiende tegenstanders af te koelen. Jij bent een gloeiende tegenstander. Oh, hij is wel echt een tegenstander. Hij valt me aan en shit. En nou ga je dood. Yeah, you die. You die. Wat? Jij bent een gloeiende tegenstander. Cool down, man. Cool down. Gaat hij dood of zo uiteindelijk? Nee, hij gaat gewoon weer aan. Weet je, boeit hem ook helemaal niks. Gewoon te oefenen dus dit, neem ik aan. Oké, hij is dood. Dat duurde eventjes, maar hij is dood. Zometeen zullen we dan wel die lava salamanders krijgen. De vuur salamander versie in plaats van de ijsversie. Maar eerst een kistje openmaken. Wat zit er voor leuks in? Een choco kikker? Mooi. Oh, mooi. Zeker mooi, Emmeline. Auw, ik word verkracht terwijl ik in een cutscene zit. Dat is kut. Zien. Nou, laat maar, weet je. Ik spuit wel een andere keer wit spul op mijn stok. Jemig, als het zo moet. Nou, wegwezen hier, denk ik. Kan ik weg hier? Serieus? Is het zo makkelijk? Oeh, net daar in schild. Oeh, leuk. Vuurtje uit. Niet voor lang. Oh, nu kan ik tenminste die beacons van vuur die je in de beginkamer zag, weet je wel, die niet aanstonden, die kan ik nu uitmaken. Ik vind het sowieso raar dat ijs vuur uitmaakt. Sinds wanneer wint ijs van vuur? Wat is het? Dit Pokémon is er niet tevreden mee, weet je? Laten we daar bouwen. Serieus, water wint van vuur, dat is een feit. Ik vind het raar dat, ja, weet je, dat kan eigenlijk gewoon niet eens. Voor mij werkt het ook serieus niet, voor mij kan het helemaal niet. Kan die kaars uit? Nee, ja, aan de andere kant, bij Merlin. Don't be such a verward. Nee, dat kan ook al niet. Maar het ziet er wel grappig uit. Hey! Oh mijn god. Maar wat houdt dit in? En er is een uitvouwbare trap, dat houdt het in. Die trap, die gaat uitvouwen, uiteindelijk. Kan ik bij deze schakelaar? Kan ik daar niet bij? Really? Really? Misschien met een spreuk? Hotse vlots? Oh, wat? Is het nog niet bevroren? Oh, wat? Waarom zou dit willen bevriezen, eigenlijk? Is het 1 blokje ijs? Oké. Wat is het doel hiervan? Dat blokje moet naar de andere kant, dat is duidelijk. Is het een blokje of is een kist? Nee, dan kan die moet naar de andere kant. Emmeline. Ik vind die kistfilmpjes irritant trouwens. Goed. Nee, je woorden worden wel minder. Prima. Goed, weet je. Eerst had je nog fantastisch en te gek. En nu heb je, ja, best wel goed eigenlijk.
Wat doet dat ding? Oh, oh mijn god, het is een ijsblokje. Nu is het een ijsblokje in ieder geval. Een gereformeerd ijsblokje, dit is een puzzel. Die we eerst die kant op. Ik heb me helemaal uitgedacht in mijn hoofd. Eigenlijk niet, maar het zou kunnen. Kan ik gewoon over de grond vanaf hier? Fuck you! Fuck the system! Wow, fuck the system, fuck the system! I need to fuck the sis! I need to fuck the sis! Nee, dat van mij mag het gewoon. Ik weet niet, hoort dat bij het spel? Het zit nu dat ik de helft van de puzzel heb overgeslagen. Hey, pak dat kut... Kijk, dat bedoel ik! Ze pakt het kutbeeld niet, loop je er tegenaan om het vast te pakken. En wat doet die hoer dan? Klimt ze er overheen! En dan heb ik zoiets van, fuck jou. Dat is het punt waarop ik denk, fuck jou, Emmeline. Nou, nee. Oh, Emily, je zou het ook nooit leren, hè? Snoerie. Nou, we kunnen ook van dit kant. Wat, Rick? Ik ben opeens Turks geworden. Dat hoort erbij. Is het glad? Wat? Waarom doe je het weg? Emily, serieus, wat is jouw probleem? Weet je, ik vond onszelf eerst wel leuk stelletje zomaar. Nou, en laat maar. Eindelijk, dat duurde eventjes. En dan stoer doen. Ja, het is me gelukt, het is me gelukt. Nee, het is mij gelukt, Emily. Jij staat gewoon met de eer. Zo. We moeten naar die schakelaar doen nog steeds, hoop ik. Nou, hoop ik. Een beetje hopen vindt hoor. Zo hoop ik het nou ook weer niet. Oh nee. Nee, ik haat deze. Ik vergeet iedere keer op A te drukken en te kap met duwen. Oké. Ik hoop maar dat het waard is, die schakelaar. Ik hoop maar dat hij het waard is. Want ik heb hier zeker 2 minuten van mijn kostbare tijd daar verspeeld. Klim erop, klim de blok. Klim de blok. Ah, je moet wel even loslaten. Weet je, de A zit ook in het woord loslaten. Ik hoor, dat klonk echt heel fout. Je hoort het misschien niet, ik heb het geluid iets harder gezet van Harry Potter, maar... Yeah. Ik heb liever dat het gamegeluid wat zachter staat dan dat ik in één keer veel te zacht staan. Jullie mij niet verstaan. Je weet wel, want ik geef het commentaar en meestal kijk je voor het commentaar. Dat zijn lava dingen. Dit ziet er best wat lava-achtig uit. Oeps, geen pijn aan dood. Hihi. Wat gebeurt er? Bevriezing nou zelfs de lucht? Is het weer zover? Hemeline high en shit. Oh, klim! Onthoort dit ook nog, weet je wel, boven lava en zo, ijs. Heb ik namelijk wel eens last van. Heel soms, op zeldzame gebeurtenissen, dan onthoort het ijs wel eens als er vuur bij zit. Echt waar. Het klinkt misschien raar, het klinkt misschien als magie. Jij gelooft waarschijnlijk niet in magie, Emily, nou wacht, je bent een tovenares. Kanker op? Kanker op? Lijkt alsof ik zeg kanker, maar dat is niet grappig. Dus kan ik erop? Beter. Yes. Oeh nee, het zijn salamanders. Dank je. En een schild. Vooral het schild. Oh mijn god, het schild komt eerst. Ha, zij komt. Voor mij was het iets als ik 100 punten aan schilden had. 10 schilden in ieder geval. Oftewel 100 punten aan schilden. Gooi de glaasjespeuk om vuur te doven. Dat wist ik al. Wat? Ik ben in één keer Harry. Oké, nou, whatever. Ik wil toch Hermelien zijn eigenlijk. Hermelientje. Hermelientje. Wat is beneden dan? Ze kan soms ook echt niks. Hè. De besturingen van dit spel zijn zo... 2000-0. Nee, ik wou Hermelien laten vallen. Staat ze in één keer weer bovenaan de rig, hoor. Gewoon blijf hangen. Als ik van character wil veranderen, terwijl je aan het hangen bent, dan blijf je ook hangen, sloerie. Oh, zijn we hier weer? Zijn we weer in die beginkamer? Zit dat zo? Oké. Nee, ik ga sowieso Hermelien blijven, want ik ben Hermelien. Grappig hoe ik nadat dat zij veranderen in Harry, maar mijn maak hem even binnen, want ja, mijn broertje heeft mijn fiets geleend en dan zijn mijn sleutels weer gesplijten. Altijd als hij dat doet. Sorry. Ik ga nooit normaal eens even mijn fiets lenen. Oh, ik sta in vuur. Au, vuur. Doet pijn. Ik heb geleerd. Nee. Kut, waarom is B van character veranderen? Ik druk altijd op B. Het is een fucking GameCube controller. B equals GameCube controller, weet je. De B en de GameCube controller horen bij elkaar. Als het goed is gaan die dingen weer aan als ze door het vuur heen lopen. Dus je moet die vuren ook zeker weten doven. En zij kunnen die vuren weer aanmaken. Dat is een beetje een probleem. Weet je wel. Ik weet niet of de rest van de groep nu ook in één keer glazies heeft. Ik hoop het niet. Want glazies is alleen voor de coole mensen. Glazie. Glazie water. Oh, hij leeft nog. Wat, hij spawnt? Oh, dus in de PC game spawnen ze ook uit de vuur inderdaad. Ik vind het heel irritant dat ik niet weet hoe ik van kerk... Auw! Hoe heeft dat geraakt door vuurballen? Oh god, ik ben aan dood gaan. Kijk in de plaatjes, ze ziet er echt kotsmisselijk uit. Emmeline? Oh, kan ik die spreuken nog rebounden? Tenminste, die vuurballen dat ze terugkaatsen en zo, dat ze doodgaan. Nou, waarom word je niet koud? Ice, baby. Ja. Weet je wel van, ja, even dit vuur uitmaken. Ik wou jou niet uitmaken, man. Dat is uit tussen ons. En jij bent ook uit, trouwens. Niet in het vuur. Niet in dat spoor. Wat de... Gaan een beetje Harry en Ron een beetje spreuken op mij lopen uit. Wat? Ik ga dood. Help. Help. Helpdesk. Help, mijn man staat in de brand. Nieuw programma. Pas van help, mijn man is klusser. Help, mijn man staat in de fik en hij gaat dood. Ik zou het kijken.
Maar jij wat de rest doet, ik kijk het in ieder geval. Oké, ga dood, beest. Beest, sterf. Sterf. Ik hoop dat dit het einde van de uitdaging is, want de video is op en ik heb eigenlijk niet zoveel zin om nog een party van op te nemen. Alhoewel, dan heb ik het alvast gedaan, weet je. Het is niet het leukste om te spelen, maar misschien vind ik het best wel leuk. Alleen mijn commentaar is een beetje bagger, maar ik een blind speel. Maar ja, ik kan niet alles uit, ik kan niet alles spelen, want zoveel tijd heb ik ook weer niet. Hierna ga ik denk even Dishonored opnemen, want ik heb zin om Dishonored te spelen. Zo makkelijk gaan die dingen soms, weet je. Zin in Dishonored te spelen? Ik speel Dishonored, weet je. We gaan waarschijnlijk terug naar de les. Zo van, hey Lupipos, hoe gaat het met jou? Oh god, de Spanje doe ik ook zo anders. Dat zit eraan te komen. Oh god. Ah! Oh mijn god, het zijn de kwaadaardige ovens. Rape. Jup, dat hebben jullie weer. Oké, ik vind het wel een epische cliffhanger, zeg maar, voor de volgende aflevering. Of niet dan? Het ding is gewoon fucking... Oh, het is een eindbaas! Oftewel, wat betekent dat? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met de glaciers uitdaging. Harry Potter in de gevangenis van Azkaban voor de Nintendo GameCube. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Dan gaan we tegen deze eindbaas die een oven is. Of een van de kacheltje. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!